Het zit zo. Rens en ik zijn allebei al een tijdje vriendinloos. Ja, single. Single, ja. Eenzaam. Ja, huilen. En we dachten, we gaan daar iets aan doen. We bedoelen, het kan niet langer zo doorgaan. Nee, nee. Dus we dachten, we gaan er ergens heen. We doen iets met vrouwen. We zijn in Amsterdam en aangezien ik zo alleen ben, ga ik trouwen vanmiddag. Jij mag een meisje voor mij uitkiezen. Mevrouw, denkt u dat ik indruk ga maken op een ja, meisje? Hoor. Ja hoor, wil lijkt mij wel. Oké, okay, het is goed gekomen. We gaan hier trouwen, in de uitkijk. En het enige wat nu nog mist voor mijn bruiloft is de bruid. Goedemiddag, zou ik jou mogen vragen? Ja hoor. De jongen naast mij, die gaat vandaag trouwen. Hij weet alleen nog niet met wie. Zou jij vandaag met hem willen trouwen? Ik weet niet of een vriend het goed vindt. Je hebt een vriend? Ja. Zou jij misschien zijn vrouw willen worden vandaag? Nou, samen oud worden? Nee. Nee? Sorry. We zoeken alleen nog een partner. Jij lijkt de perfecte persoon. Nou, nee. Oh, ik kan eigenlijk niet vanmiddag. In ieder geval één troost. En we hebben een bruid kunnen vinden en ook een ambtenaar. We hebben alleen nog wat familie nodig en het is in de uitkijk. Ben ik je vader? U bent mijn vader en u bent mijn moeder. Of de schoonmoeder. Of de schoonmoeder. Daar moet jij me helemaal over uit. Koos de schoonmoeder dan. Wij zijn hier ten alle samen op een zonnige dag in augustus voor het trouwen van twee prachtige mensen die elkaar nog niet zo lang kennen, maar waarbij de echte liefde wel al snel gevonden was. Vera de Boer neemt uw Koen in voorhands tegenspoed tot de wettige echtgenoot tot de dood jullie scheidt. Ja. Koen neemt u Vera tot de wettige echtgenoot tot de dood jullie scheidt. Ja. From this moment. Waar zijn de ringen? De ringen, de ringen. Oh. Dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right this. En nu wordt het tijd dat ik ook eens iets met een meisje ga doen. Spannend. Hallo, mag ik jou iets vragen? Schrik maar hoor. Nee. Oh, oké, sorry. Goedenavond, mag ik jullie iets vragen? Oh, nee hoor. Nee? Echt niet? Ah, please. Ik heb een hele goede vriend en hij is een beetje alleen. Hij heeft al een tijdje geen vriendin meer. En hij wil eigenlijk gewoon heel graag een filmpje kijken met een mooi meisje. Kijk, hij is heel verdrietig en heel alleen. Zou je het echt niet willen doen? Oké, voor deze ene keer. Ja! Heb ik iemand? Ja, een date! Ik heb een date voor jou gericht. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet Zoe. Rens is een hele lieve jongen. Hoi. En hij is heel alleen. Hallo, hoi. Ik voel me zo alleen. Ja. Ik zit tegenwoordig alleen maar op Facebook. Nou. Ja. Zullen we... Ik zeg een filmpje. Okay. Nice. Rens. Ik wil even kijken. Ik zit midden in de Jordaan en ik wil even zeggen, mijn date was prima. En we gaan zo ergens slapen, want we zijn een beetje moe. Maar goed, als we ergens moeten slapen, dan slaap ik liever comfortabel dan niet comfortabel. Huh? Nou, zoals al duidelijk was, hebben wij een slaapplek weten te regelen. En dat is
Ja, eigenlijk met deze man, Wouter heet u, hè? Hallo, ontzettend Wouter, bedankt alvast. Slaapkamer Amsterdam. Waar wij gaan slapen, dat is echt fantastisch. Laat me zien. Luister. En we krijgen de sleutel. Ontzettend bedankt. Ik had niet verwacht dat ik ooit nog in een etalage zou slapen. Goedemorgen. Nou, hartstikke bedankt en tot ziens. Fijne dag. Dankjewel. Oké, tot ziens, bedankt. Nou, dat ging top. Dat was echt heel romantisch. Dat was heel romantisch. En wij zijn benieuwd wat jij zou doen op een date met een van ons. Dus laat het even weten hieronder in de reacties. En als je nou een heel leuk filmpje vond, laat het weten met een duimpje. En abonneer, want volgende week zijn we er weer.